burgemeester. Komt u erbij? En dan gaan we het plein aftrekken. Stuk voor stuk onthuldigde burgemeester Henk Opsteegs woensdagmiddag de nieuwste bankjes van Schijndel. Het zijn social sofa's, banken voor en door Schijndelaren. Initiatiefnemer Karen Bruers uit Tilburg legt uit, samen met de burgemeester. De doeken liggen er nou over, maar ik heb stiekem boven vanuit mijn raam gekeken toen de bankjes aangevoerd werden en het is fantastisch. Maar ik zal het even uitleggen. Dit noemen wij social sofa. En social sofa, ik zal het ook heel even snel zeggen, is een ideetje uit mijn wijk en mijn buurt en mijn familie. Ik woon in een gewone buurt, net zoals allemaal, zeg maar. En mijn moeder die woont nog geen 200 meter van mijn af. Die is in de 80. En als die er mee wil komen. 1, 2, als die er mee wil, dan komt dat daar goed in. Als die er mee wil komen, dan is er geen bank en die moet dan op een elektriciteitshuisje zitten wachten. Toen zag ik een keer van een heel belangrijke politieke mensen. Ik zeg, weet je wat jullie moeten doen? We moeten 1000 banken gaan terugzetten in Tilburg. Want het is geen stijl. Toen zei ze, een goed idee. En toen ben ik gaan kijken wat voor banken wij in Nederland hadden. En die waren allemaal heel erg saai. En toen heb ik deze bank ontworpen. Terwijl de Tilburgse breakdance group Hustle Kids na afloop van de onthullingen hun kunsten toont, worden de bankjes meteen uitvoerig bekeken en getest door de Schijndelaar. En nou dan, alle banken onthullen.